Dag allemaal en welkom bij het Fear Event in Amsterdam, Waakzaam Wantrouwen, hier vanuit de Felix Meritus. Mijn naam is Thea van Paydon en ik zal jullie vanavond meer gaan vertellen over het thema en onze sprekers. Hier in deze zaal zit de rest van de organisatie van de Fear Stichting Amsterdam, Thijs Rebbel, Lute Wilhelm, Roeland Ens en Tessel van Oorsouw. Allereerst wil ik graag de Fear Stichting introduceren. De Fear Stichting bestaat inmiddels 42 jaar en heeft als doel om studenten en zogeheten vormgevers uit de maatschappij te verbinden. Dit gebeurt door middel van Fear Events in de verschillende studentensteden en een groot symposium in Leiden dat dit jaar zal plaatsvinden op 24 en 25 juni. Het symposium duurt 2 dagen en bestaat uit kwalitatief hoogwaardige sprekers, inspirerende performances en masterclasses. Aan het einde van de avond zal bestuurslid Godert Ponsen ons meer vertellen over hoe je kan deelnemen aan dit symposium. Elk jaar staat er een nieuw thema centraal die op dat moment speelt in de maatschappij. Dit jaar is het thema blind vertrouwen. We gaan hierbij in discussie over de vraag wie of wat ons vertrouwen in deze tijd nog waard is. Doen we er goed aan om te vertrouwen? Is vertrouwen optioneel? Of verliezen we onze grip op de realiteit door te vertrouwen? Wij van Fear Stichting Amsterdam willen het vandaag hebben over het ogenschijnlijke groeiende wantrouwen tegenover de traditionele media. Wij vinden dat dit een onmisbaar onderwerp is binnen het thema van blind vertrouwen. We hebben allemaal gezien hoe demonstranten zich verzamelden voor de deuren van redacties, dat verslaggevers niet meer veilig over straat kunnen en dat bij elke rapportage de verslaggevers beschuldigd worden van fake news en een verdraaiing van feiten. Vanavond zullen we ingaan op deze vertrouwenscrisis in de journalistiek en ook de vraag stellen of het wel klopt dat er een groeiend wantrouwen is tegenover de traditionele media. Of dat het misschien slechts een kwestie is van beeldvorming. Allereerst hebben wij Madeleine van den Nieuwenhuizen hier te gast, ook wel bekend als Zijkschrift. Zij is rechtshistoricus en mediacriticus en zal ons meer gaan vertellen over hoe het wantrouwen tegenover de traditionele media eruit ziet. Zijn de mensen die de journalistiek wantrouwen mensen die zomaar wat roepen of hebben zij ook hun huiswerk gedaan? Ook zal ze ingaan op waar dit wantrouwen toe leidt en hoe we het beste mee om kunnen gaan. Ik geef heel graag het woord aan Madeleine van den Nieuwenhuizen. Dankjewel. Nu eerst het fake news journaal met Mark Visser. Met deze woorden kondigde FVD-voorman Thierry Baudet, gastco-presentator bij het WNL-programma Goedemorgen Nederland, gisteren het NOS-journaal aan. Dat zou verschijnen na de reclame. Het fake news journaal. Het was te laat voor presentatrice Maaike Timmerman om nog in te grijpen. Het automatische wegschakelen was al ingezet. Later in de uitzending nam WNL expliciet afstand van de uitspraak van Thierry Baudet. 4 jaar eerder haalde Geert Wilders hetzelfde trucje uit. In zijn hoedanigheid als co-presentator bij Goedemorgen Nederland in verkiezingstijd, overigens een curieus format, maar oké, leidde Wilders het volgende item in met de woorden tot zo na het linkse NOS-journaal met Mark Visser, waarbij hij zijn co-host verbluft opzij keek. De NOS links, fake news. Ik zelf bespeur hier vooral een complot tegen Mark Visser, maar dat terzijde. Baudet's uitspraak, een sardonische twinkeling in zijn ogen, is een echo die de Atlantische Oceaan is overgeschald. In 2016 verhuisde ik naar de Verenigde Staten om mijn master te gaan doen en kort daarna trad Donald Trump aan als president. Van dichtbij zag ik hoe de verspreiding van politiek gemotiveerde desinformatie niet alleen een wantrouwen cultiveerde, mainstream media, zoals ze bekend kwamen te staan, lasterde, maar ook relaties en vriendschappen aantastte. Inmiddels klotst wantrouwen in veel huizen, appartementen en studentenkamers hier tegen de plinten. Ik wil dan ook graag dat wantrouwen en complotdenken tegen het licht houden, zij het meer met een omtrekkende beweging en een persoonlijke ervaring dan via een uitgedokterde theorie of meta-analyse. En hoe valt het vertrouwen weer terug te winnen? Ook niet onbelangrijk. Het aanhangen van complottheorieën, of in mildere vorm het idee dat vooralsnog weinig wetenschappelijke, een idee aanhangen dat vooralsnog weinig wetenschappelijke aanhang vindt, is steeds minder een afwijking van de norm. Steeds meer iets dat dichtbij komt.
ons tijdens Zoom-belletjes met vrienden overvalt, ons stil doet vallen op verjaardagen, misschien wel zo dichtbij dat het anderen zijn die tegenover jou met hun mond vol tanden staan en iets mompelen als, maar het zijn toch niet echt allemaal pedofielen in Den Haag? Of milder, er werken toch ook niet enkel onbetrouwbare honden bij de NPO? Tante Pauline werkt daar toch ook? Ik lees graag over de vervaging van feiten, over complottheorieën zelfs, maar veel artikelen vertellen het verhaal standaard als een conflict van ons versus hen. Wij die dit artikel schrijven, wij beterweters, en u, lieve lezer, u weet natuurlijk ook beter toch dat het allemaal onzin is? Dat die vaccins geen tracking chips bevatten? Dat QAnon een bedenksel is waar mensen als podcastmaker Alex Jones goud geld aan verdienen? Dat vitamines niet beter helpen tegen corona dan een vaccinatie of een mondkapje? Een kleine tip voor columnisten. Als je je gevarieerde diverse lezerspubliek erbij wil houden en misschien wil overtuigen, zet het deel van hen dat je juist binnen de boot wil houden dan niet weg als gekkies. Zoals bijvoorbeeld, kleine greep uit Volkskrant-columnisten, Erdal Balci, Jean-Pierre Gele of Aleid Truijens deden. Want wie bepaalt eigenlijk wat legitieme vragen zijn? Na het censureren van desinformatie omtrent de Amerikaanse verkiezingen door Facebook en Twitter, schoof begin dit jaar ook LinkedIn nerveus op haar stoel heen en weer. Wat moesten ze er toch mee met discussies over corona? Je wil interactie stimuleren op je platform, lekker klikken en connecten. Maar wanneer is iets een kwalijke discussie? Wat resulteerde bijvoorbeeld was het censureren van een hoogleraar die een artikel doorplaatste van een filosoof. Een artikel dat eerder verschenen was in een medisch vakblad. En dat heette Is COVID-19 een hype? Een degelijk artikel eigenlijk. Ook sloot LinkedIn een bericht af van de voorzitter van de raad van het bestuur van het OLVG-ziekenhuis. Die opriep tot een discussie over de avondklok. Hoe je de voor- en nadelen moest afwegen. Een legitieme vraag leek mij. Ik noem dit omdat het blootlegt dat we worstelen. En dat is ook niet gek en dat is ook niet erg, maar die worsteling moet wel dat blijven. Iets lastigs. Iets waarover meningen uiteenlopen en mogen uiteenlopen. Niet iets van een groep verstandigen versus een groep gekkies. Ik wil de hang naar complottheorieën of wantrouwen jegens media daarnaast graag een beetje uit die meta-analyse trekken. Ik ga hier dan ook niet gedetailleerd in op de mate waarin het wel of niet het gevolg is van ontzuiling of vanuit de klauwen gelopen neoliberalisme of politieke ontgoocheling radicaliserende algoritmes. In plaats daarvan wil ik het kleiner maken en inzoomen op jou en mij en op mijn broer. Ik wil beginnen met mijn broer omdat zijn wantrouwen veel eerder begon dan een paar jaar geleden. Ik heb er drie broers en het maakt niet zoveel uit over welke het nu gaat. Ze hebben allemaal niet echt sociale media, dus probeer ze maar niet op te zoeken. Het is de zomer van 2017. En we staan bij mijn ouders in Oldenzaal in de achtertuin een sigaretje te roken. Mijn broer, bijna 40, stak zijn arm uit, zo, horizontaal voor zijn borst. En hij zei, zo ziet hij eruit. En dan heb je hier de maan en dan heb je hier de zon. En dit is een plaat. Een planetarium omgeven door een muur van ijs. De aarde. Ik moest denken aan Game of Thrones en The Wall. Die ijsmuur. De rook die mijn broer uitblaast kringelt omhoog. En in één vloeiende retorische beweging ging die door. Zie je, dus die maanlanding die kan niet echt gebeurd zijn, snap je? Die hele NASA die heeft dat in scène gezet. Daar zijn foto's van, wist je dat? Ik zal je wat doorsturen. Ik knikte. Ik dacht aan mijn crop top met het NASA-logo erop, die lag nog in New York. Ik was even terug in Nederland, een pauze van mijn master. Mijn broer ging door. Over het complot van de Amerikaanse elite. Dat alle NASA-ruimtevaartfoto's nep waren. En ik vroeg me opeens af wat hij er eigenlijk van vond dat ik daar studeerde. Weliswaar niet bij de NASA, maar toch een Amerikaans bolwerk, de universiteit. Hij zei verbaasd, ik vind het super tof dat je daar zit, meisie. Je hebt er hard voor gewerkt, maar zitten daar ook kritische mensen? Ik zei dat ik dacht van wel, dat ik het erg waardeerde dat mijn professoren altijd lieten zien hoe de wetenschap zich ontwikkeld had. Dat als er onderzoek opdook dat een lang bestaande theorie weer sprak, dat er dan met enthousiasme of ontzag op werd gereageerd in plaats van met teleurstelling of frustratie. Dat het niet erg was als het tegendeel werd bewezen, maar dat het juist gevierd werd als vooruitgang. Hij knikte. Toen zei ik, en als ik dan zo hoog in de lucht zit, hè, tijdens zo'n vlucht van Nederland naar New York, dan zie ik toch echt een bolling van de horizon. Het lijkt verdacht veel op een planeet, hoor.
Zijn gezicht lichtte op, de glundering van iemand die gevraagd werd zijn uitvinding toe te lichten. Het is het soort glunderen dat ik ken van academische borrelfeestjes in Manhattan. Dat je met iemand staat te kletsen en vraagt, waar gaat jouw onderzoek over? En dat iemand antwoordt dat ze zich als bioloog bezighoudt met CRISPR-Cas-technologie, over erfelijke eigenschappen en genetica. Dat gevoel dat je mag, dat je erover mag vertellen en een luisterend oor hebt. Dus mijn broer legde me grijnzend uit waarom het een optische illusie is, die bolling van de horizon. Iets met het licht dat op het landschap valt en onze perceptie vervormt. Gesprekken met mijn broer laten me beduust achter. Dat hebben ze altijd gedaan. Mijn broer is niet wat ik zou noemen een hippe flat earther. Hij is meer de OG van de samensweringstheorieën. Toen ik 4 was en 's ochtends vroeg beneden kwam, wanneer hij zich klaarmaakte om naar de bakker te gaan om brood in plastic zakken te steken, zat ik op een stoeltje en vertelde hij me, terwijl hij sneetjes wit brood met hagelslag besmeerde en fluoriserende gel in zijn haren streek, vertelde hij over Bigfoot, hoe die zich door de bossen van Canada bewoog. Weet je hoe groot die bossen zijn, zus? Zei hij dan met zijn armen breed uitgestrekt. Met grote ogen luisterde ik naar zijn verhalen over fossielen, over mythische wezens, over graancirkels in enorme velden die niet door mensen gemaakt zouden kunnen zijn. Toen ik zelf leerde lezen, raakte ik in de ban van een boekje over dinosauriërs en oerwezens. Daarin stond een bladzijde met een tekeningetje van het monster van Loch Ness. Op het plaatje een dwarsdoorsnede van een groot diep meer in Schotland. En met een lange groene nek van het waterwezen boven het wateroppervlak uitstekend. Ik heb dat boekje wel 100 keer opengeslagen naar die bladzijde. Het was ook helemaal verfrommeld in het hoekje. En er zouden foto's zijn opgedoken van Nessie. Korrelige, mistige foto's die maakten dat er elk jaar weer mensen afreisden naar het verder best wel saaie meer om te spotten. Onderwaterexpedities met camera's in de jaren 80 en 90 haalden weinig uit. Of was die schaduw toch... Naast Britney Spears en van die groene flubberhandjes die je tegen het raam kon slaan, was ik in de ban van dit wezen. Ik droomde erover hoe het rondzwom in het diepe water, alleen, al eeuwenlang, ouder dan alle mensen die naar het meer afreisden bij elkaar. Ik vond het zielig, zo alleen, wilde het laten weten dat ik in hem geloofde, in zijn bestaan. Als anderen geloven in je bestaan, ben je per definitie minder zielig, troostte ik mezelf. Op de logge computer waar je nog moest inbellen om internet te krijgen, wachtte ik geduldig tot de internetpagina's over Nessie waren geladen. En hoewel alle zinnetjes een zekere skepsis ingebouwd hadden, if Nessie is real, she would be the largest, bla bla bla, klampte ik me vooral vast aan één gedachte. Als er geen bewijs is dat Nessie niet bestaat, kan het dus dat Nessie wel bestaat. Het was een triomf, alsof ik met die gedachte de sceptici te slim af was. Een ander moment. Ik weet nog hoe verraden ik me voelde de dag dat mijn moeder me vertelde dat Sinterklaas niet bestond. Ik was 1 jaar of 12, het was zomer en we waren onderweg naar een tuincentrum om plantjes te kopen. Ik mompelde iets over hoe lang die baard toch is en dat ik eigenlijk nog nooit iemand had gezien die met zo'n baard. En mijn moeder had opeens een gekke stem en ze zei dat ze iets moest vertellen. Nou, ik voelde me belazerd toen ik het hoorde. Maar ook vernederd. Had iedereen dit geweten? Terugkijkend op zoiets, verbaast het me eigenlijk hoezeer dat moment in kinderlevens geen vreemde gevolgen heeft. Het is in zekere zin wat socioloog Max Weber begin 20e eeuw noemde de onttovering. De confrontatie met de afwezigheid van magie. Maar kinderen balen even flink en gaan dan door. Vaak gesterkt door het idee dat zij nu het geheim kennen en andere kinderen nog niet. Wat ik gek vind is dat het amper het effect heeft dat je opeens gaat twijfelen aan alles dat je verteld is. Ik vroeg niet, oh, wordt het vuilnis dan soms opgehaald door een vliegende schotel in plaats van een vuilniswagen? Hoe weet ik nu nog wat waar is? Mijn onttovering omtrent Sinterklaas torpedeerde me niet in een algehele crisis van vertrouwen. Met het monster van Loch Ness was het weer net iets anders. Niemand zei me eerst dat hij wel bestond en daarna niet. Niemand zei er überhaupt veel over. Het was mijn waarheid, mijn geheim. Ergens is het toch gek dat ik nooit ben gegaan van Nessie is mijn waarheid naar Nessie is mijn hypothese. Eentje die ik wil bewijzen of ontkrachten. Ik ben op een gegeven moment gewoon gegaan naar Nessie, who is she? Niet langer geïnteresseerd. En daarmee
wil ik wijzen op dat niet alleen lezen over complottheorieën kan voelen als een vorm van entertainment, haha, kijk hen nou, maar ook het geloven zelf in complotten, of in dit geval een mythisch waterwezen. Want echt onderzoek doen, wetenschappelijk of journalistiek, is het grootste deel van de tijd helemaal niet spannend, maar best wel saai. Feiten checken, het doorlopen van de methodologie, dubbelchecken van de resultaten. Er gaan enorm veel saaie uren in zitten voordat je misschien uitkomt bij iets waar je ogen van gaan glanzen. Even terug naar mijn broer. Ik ging na dat gesprek veel YouTube-video's kijken. En ik weet nog dat ik wel 4 keer een video keek van een wetenschapper die uitlegde dat je de ronding van de aarde, het planeet zijn, kan aantonen door een vrij simpel experiment. Stel je een lange stok voor die je in het midden van de zee zet. Als je met een bootje van die stok afvaart, zakt die stok steeds dieper het water in. Zo lijkt het. Maar dat komt door die bolling van de aarde. Daar verdwijnt die achter. De keer erop dat ik mijn broer zag, een paar maanden later, vertelde ik hem enthousiast over dit experiment. En een paar andere dingen die ik had onthouden. En hij veegde mijn argumenten met hetzelfde felle enthousiasme van tafel. Dat is het lastige van mensen die echt in complotten geloven. Het is een misvatting dat ze maar wat roepen of hun huiswerk niet hebben gedaan. Vaak hebben mensen via internetfora of podcasts juist op werkelijk elk tegenargument een weerwoord geleerd te geven. En dan sta je zelf als leek al gauw met je mond vol tanden. Ik ben mijn broer in die zin ook dankbaar. Hij heeft me een belangrijke les bescheidenheid bijgebracht en me aan het denken gezet over wat het betekent om kritisch na te denken. Ik ben me gaan realiseren dat ik voor veel belangrijke zaken, zoals geloven dat de zwaartekracht bestaat, afhankelijk ben van experts. Even kijken waar ik ben gebleven hoor. Dat ik dus eigenlijk leun op dat anderen dat kunnen verifiëren. Het kunnen verifiëren van die beweringen of stellingen. Dus ik leun eigenlijk op vertrouwen. En ik kan nog zo lang studeren en nog zoveel boeken lezen, nog zoveel podcasts luisteren. Maar uiteindelijk zal ik op veel fronten mijn vertrouwen of scepsis in de gang van zaken moeten uitbesteden aan anderen, aan experts. Nou denk ik niet dat elke programmaredacteur bij zeg de NPO, bij de VPRO of bij WNL een expert is op elk item dat ze die dag behandelen in een uitzending. Maar ze zijn wel expert op het gebied van de juiste en relevante deskundigen zoeken die goed bij dat besproken item past. Een reportage geschreven in NRC bevat hoogstwaarschijnlijk experts die de journalist bij het onderwerp heeft gezocht. Ook de media leunen op expertise buiten hun eigen redactiemuren. Het resultaat van achterdocht, zoals dat van mensen die de NOS fake news noemen, is dat het zichzelf uiteindelijk in de staart bijt. Het is dan ook interessant om te kijken naar vondsten of geluiden binnen kritische online gemeenschappen die afwijken van hun partijprogramma. Een voorbeeldje. Inmiddels is het een veelgebruikte illustratie. Pizzagate in Washington DC. Een korte samenvatting. Op internetfora 4chan en 8chan ging het verhaal dat de Democratische Partij, in het bijzonder Hillary Clinton, mensenhandel had gedreven. Dat er een satanische ritueel werd uitgevoerd op kinderen in de kelder van pizzeria Comet Ping Pong, om precies te zijn. Na het dagen volgen van deze theorie stapte een man, Edgar Madison Welch, in zijn auto in North Carolina en reed naar DC. Daar schoot hij met een AR-15 de deur naar de kelder open en ontwaarde een hoop opgeborgen keukenspullen. Pannen, grote lepels, een blender, niks geen opgesloten 12-jarige seksslaven. Een paar dagen later meldde hij in een interview met de New York Times vanuit de gevangenis dat the intel hadn't been 100%. Zijn bronnen hadden het niet helemaal bij het juiste eind gehad. Maar in plaats van dat dat een lesje was in bijvoorbeeld bescheidenheid, was het voor degene die de theorie hadden helpen verspreiden online een reden om in zijn geschiedenis te duiken. Hij had een tijdje gewerkt als acteur, niet bepaald A-list films, maar de volwassen versie van het spelen van een boom in de groep 8 musical. Maar zo had hij bijvoorbeeld het slachtoffer gespeeld in een low-budget horrorfilm, slachtoffer van een massamoordenaar. Nou, bewijs genoeg voor zijn maatjes op 4chan dat het allemaal in scène was gezet. Dat Welch onderdeel was van een groot afleidingsmanoeuvre van de Democratische Partij om te doen alsof er niets aan de hand was in de pizzeria Comet Ping Pong. Ander voorbeeld.
De Netflix-documentaire Beyond the Curve, over mensen die geloven dat de aarde plat is. Een aanrader. Daarin volg je als kijker onder andere Patricia Steer. Aanvankelijk beheerder van een YouTube-kanaal Flat Earth and Other Hot Potatoes, waarin ze Flat Earthers interviewt. Ze beschouwt zichzelf als een complotrealist. En ze zegt dat de enige bron die ze werkelijk vertrouwt zijzelf is. Ze zal geloven dat een bomaanslag heeft plaatsgevonden als ze zelf een been heeft verloren. Het aparte is, op een gegeven moment beginnen andere complotdenkers of complotrealisten haar ervan te verdenken een samenzwering met de overheid te hebben. Een beetje bedremmeld zie je er tegen de camera zeggen, opeens werd ik in twijfel getrokken. Er waren mensen die zeiden dat ik voor de CIA werkte omdat de laatste drie letters van mijn naam Patricia CIA zijn. Ze glimlachte, haalde de schouders op en ging verder. Hoe we omgaan met kritiek, met valide tegenargumenten, met inconsistent gedraai binnen onze eigen achterban, laat ons zien of we te maken hebben met gezonde skepsis of een voorliefde voor achterdocht of wantrouwen. Ik heb zelf een mediacritisch Instagram-account, Zeikschrift. En ik ben in principe erg voor dingen aan de kaak stellen en het durven bevragen van zaken, ook als de meerderheid van de bevolking daarover zijn mond houdt. Er zit een kracht in het bevragen van de status quo of het plaatsen van vraagtekens. Maar je hebt vervolgens ook een verantwoordelijkheid om uit te leggen op basis waarvan of waarom je dat doet. In september vorig jaar kwam de befaamde #ikdoeniemeermee actie op gang. Free the people. Onder een vijftal van de posts van artiesten en muzikanten plaatste ik een kort commentaar. Daarin vroeg ik, oké, je zegt dat de overheid niet te vertrouwen is en dat we vrij moeten breken. Welke individuen of partijen zou jij dan vertrouwen om onafhankelijk toezicht te houden op de overheid? En waar precies vind je van dat mensen bevrijd moeten worden? Waarmee ik dus niet wil suggereren dat je pas vragen mag stellen als je uitgebreid onderbouwde oplossingen of theorieën hebt. Maar wel om aan te geven, als je zo'n disruptieve knuppel in het hoenderhok gooit, sommige van die mensen hadden honderden duizenden volgers, moet je wel een beetje een idee hebben hoe je het dan wel voor je ziet. Geen van de influencers of artiesten reageerde, behalve Brace. Mijn 90s hart maakte een sprongetje. Die reageerde met, je moet gewoon zelf je onderzoek doen. En hetzelfde zag ik eigenlijk gebeuren met Doutzen Kroes een paar weken daarvoor. Die insinueerde tegenover haar 6,2 miljoen volgers dat er een samenzwering gaande was waarbij de overheid ons bang wilde houden. En dat het bedrijfsleven en de media onder één hoedje speelden met betrekking tot corona. En ze moedigde aan tot dare to ask questions. Toen vroeg ik ook, oké, welke onderzoeken lees je dan? Welke antwoorden heb jij dan gevonden op de vragen die je stelde? Ze reageerde kort en positief. I think it's beautiful if everyone does his own research. Nou, toen kon ik gelijk aan de slag. En wist ik precies waar te beginnen. Het heeft me veel aan het denken gezet over wat het betekent om kritisch te zijn. Want die betekenis lijkt verschoven te zijn. Vroeger betekende het bijvoorbeeld dit. Je ziet een deskundige met een microfoon op televisie iets vertellen over een onderzoek. Kritisch zijn betekende je vraagt door over haar onderzoeksmethode. Bevraagt bepaalde conclusies. Als er iets rammelt, verschijnt er een analyse in de krant die je leest. Nu lijkt het te betekenen, je ziet een deskundige met een microfoon in haar hand op televisie iets uitleggen en je vraagt, wat geeft haar het recht om daar te staan? Wat maakt haar een expert? Ik las op Facebook dat er iets niet in de haak is. Het is een wantrouwen jegens autoriteit. Een crisis van vertrouwen. Terwijl op zoveel andere manieren plaatsen we constant ons vertrouwen in de handen van anderen. Als jij een hartoperatie moet ondergaan, ga je niet op de snijtafel tegen de dokter zeggen, maar mevrouw, ik heb op Wiki gelezen dat de scalpel die je nu vast heeft niet het juiste instrument is. Nee, je ademt netjes je narcose in, laat mevrouw haar werk doen. Waarom, zijn we met andere woorden, zo selectief kritisch geworden? Waarom vertrouwen we de ene expert wel en de andere niet? Hoewel ik ervoor pleit om mensen binnen boord te houden en niet uit te maken voor gekkie, betekent mijn pleidooi niet om niet kritisch te zijn op complotdenkers of op mensen die achterdocht tot een kunst hebben verheven. Ik zou simpelweg willen aanmoedigen om in gesprek te treden en bijvoorbeeld te wijzen op inconsistenties of te vragen naar de methodologie en aanpak. Een terugkerend argument bij bijvoorbeeld bekritisering van de media is dat ze verweven zouden zijn met de machten in Den Haag. Geld zouden ontvangen van anonieme linkse donoren, dat alle kranten vallen onder paraplu-mediagroepen.
Nou, wat ik die corrupte mainstream media vooral zie doen, is bijvoorbeeld het blootleggen van de toeslagenaffaire die leidde tot het aftreden van het kabinet, tot u gebracht door dat corrupte RTL Nieuws en Trouw. Onderzoek van dat doortrapte NRC, dat een paar weken geleden aantoonde dat honderden mensen die gebruik maken van een goedkope corporatiewoning ondertussen meerdere koophuizen bezitten. En dat listige omroep Human met hun documentaire Klasse, dat licht schijnt op ongelijkheid binnen het Nederlandse onderwijs. Welk diepgravend onderzoek heeft de andere krant gedaan, inmiddels te koop bij de Bruna wanneer ze weer open zijn? Welk onrecht hebben zij onomstotelijk aan het licht gebracht? En ook niet onbelangrijk, als je zo zenuwachtig bent over het feit dat verschillende kranten onder dezelfde overkoepelende mediagroep vallen, heb je dan ook gekeken wat dat in de praktijk eigenlijk inhoudt? En als het je zo gaat om geldstromen, heb je dan een idee wie de andere krant financiert? Vind je daar de transparantie die je zoekt? Of is degene die het luidst anderen beticht van corruptie zelf gevrijwaard van wantrouwen of achterdocht bij gratie van een veld uitgestreken wijsvinger? Zou het niet logisch zijn dat wanneer je gedegen, kritisch onderzoek wilt steunen, je je geld juist geeft aan journalistieke instanties met een lange staat van dienst op het gebied van aangekaarte schandalen? Waarom de waakhond van de democratie neerschoppen, een steen tegen zijn achterhoofd keilen tijdens rellen voor de avondklok, hem dwingen logo's van busjes te verwijderen omdat het anders onveilig is om zijn werk uit te voeren? En als je vindt dat je daarmee zelf de betere waakhond bent geworden, waar waak je dan precies voor? Volgens een rapport van de Landelijke Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is de samenzweringstheorie in opmars. Ze houden het vanuit veiligheidsopzicht in de gaten. Immers, met graancirkels en mythische zeewezens is dan wellicht niet zoveel mis. Het grootschalig mobiliseren van groepen mensen om, zeg, het Capitool te bestormen, wel. Beatrice de Graaf, terrorisme-expert, beschrijft hoe er sprake is van een radicaliserend gevaar. Hoe klein en onschuldig complotten ook beginnen. Ze roept op tot het in de gaten houden van zogenaamde angstmakelaars. Mensen die er baat bij hebben, dat mensen angstig zijn. Doutze Kroes mag op haar Instagram dan vragen wie ervan profiteert om ons bang te houden en daarmee doelen op de overheid. Maar de ironie is juist dat er veel spelers zijn binnen de complotgemeenschap die profiteren van de verspreiding van angst en wantrouwen. Mensen met populaire podcasts zoals de Amerikaanse Alex Jones die ik eerder aanhaalde, die met de verkoop van dure merch over fake news CNN zijn rekeningen betaalt. Je kan de hashtag follow the money gebruiken om te wijzen naar een overkoepelende kwaadaardige elite. Je kan hem ook gebruiken om de motivaties van de grootste aanjagers van angst en wantrouwen te traceren. Wat overigens dus niet wil zeggen dat er verder geen corrupt onrecht, geen politieke misstanden zijn in de wereld. Maar wel dat we kritisch moeten zijn op wat de echte smoking guns zijn en wat niet. Nou, tot slot. Complottheorieën, aanschouwd als observerende buitenstaander, zijn misschien grappig en vermakelijk. Alleen ze zijn grappig en vermakelijk totdat ze dat niet meer zijn. Want uiteindelijk kom je uit bij een belangrijke vraag. Als de maanlanding in scène is gezet, als coronabeleid bewust overdreven wordt door overheden om ons angstig te maken, als iemand bij de NOS aan de knoppen draait en als een soort marionet het nieuws beheerst, wie heeft daar dan baat bij? Wie profiteert? En het antwoord op die vraag is, zoals ik al eerder kort aanstipte, onrustbarend. De elite waar mijn broer het over had, is in uitgebreidere antwoorden vaak een nog duistere dan hij zelf deed voorkomen. Als je doorgraaft en doorvraagt, zoals je ook bij zekere politieke partijen kan doen, kom je uiteindelijk uit bij jodenhaat, bij antisemitisme. Bij dezelfde soort complotten van Joodse families die via het rijke bankwezen en de culturele industrie hun tentakels om de wereld zouden slaan. Het is dezelfde theorie die eind 19e eeuw en zeker in de 20e een steeds grotere groep mensen in de ban had. Niet lang geleden was het internationale herdenkingsdag voor de Holocaust. In de jaren 41-45 werden 6 miljoen Joden vermoord. Velen stonden erbij en keken ernaar van de mensen die achterbleven. Gevoerd door decennia lange propaganda en jarenlange indoctrinatie dat ze de duivel zouden zijn, een machtige elite. Complottheorieën zijn niet zonder consequenties. En ik wil even duidelijk zijn. Het is niet zo dat je buurman of vriendin of kapper die je kent en in bepaalde zaken gelooft waar jij het jou van denkt, een antisemiet is. Of dat de media wantrouwen gelijk staat aan jodenhaat. Wat ik wel wil aangeven is dat die uiteindelijke theorie van een heerschappij door een elite
vaak verweven blijkt met racistische en antisemitische denkbeelden. Onderzoek van her en der laat zien dat antisemitisme meer floreert dan het in jaren heeft gedaan, parallel aan de verspreiding van complottheorieën. Statistieken laten bijvoorbeeld zien dat in Europa en de VS een aantoonbare verhoging van geweldsdelicten jegens Joden is. Om in alle eerlijkheid te spreken, ik heb het mijn broer nog niet durven vragen of die denkt dat Joden boosdoeners zijn. En toch ga ik dat doen. Net zoals we dat denk ik allemaal moeten doen, die moeilijke gesprekken voeren. En dat hoeft echt niet te beginnen met die vraag. Zoals ik al zei, zitten vele mensen in Nederland op dit moment meer op het niveau de NOS is fake news en beter vitamines tegen corona dan een mondkapje, dan de Joden nemen de wereld over. Maar toch, ga die gesprekken niet uit de weg. Zeker niet als je merkt dat mensen meer afdrijven van wat jij gelooft dat ja, een gezonde kritische houding is. Een van de redenen dat ik er fervent voor zal blijven pleiten mensen niet weg te zetten als gekkies of idioten, is niet alleen omdat het ontmenselijkt, maar ook omdat we ons die vervreemding niet kunnen permitteren. Zoals Geert Mak ook stelde bij de herdenking van de februaristaking, vervreemding en ridiculisering leiden tot isolatie. En isolatie leidt, zo tonen studies aan, tot een grotere kans op afdrijving en radicalisering. Hou elkaar erbij. Zet mensen bijvoorbeeld niet direct weg als mafkezen. Ga niet meteen zuchten als iemand iets zegt dat jou voortkomt als belachelijk. Erken dat zij het wel degelijk serieus nemen en dat het waarschijnlijk belangrijk voor ze is. Maar probeer erachter te komen wat het precies is dat ze geloven. Vraag door, waar lezen zij hun informatie en waarom vertrouwen ze die bronnen wel en anderen die jij misschien vertrouwt niet? Toon interesse en stel vast dat ook jij het belangrijk vindt om kritisch na te denken, al komen jullie misschien niet bij dezelfde conclusies uit. Besef dat je niet zomaar iemands gedachten gaat veranderen. En het niet zo is dat je geen gezellige dingen meer kan doen totdat je op de bodem van dit issue bent gekomen. Geef elkaar de tijd en de ruimte. En zucht even diep wanneer iemand het NOS fake news noemt. Zoals Doutse zegt, durf vragen te stellen, maar misschien nog spannender, durf ook te luisteren. Ook als je in de eerste instantie schrikt van het antwoord. Dankjewel. Ja, Madeleine van de Nieuwenhuizen, ontzettend bedankt voor je mooie speech. Heel interessant om te horen hoe jij geïnteresseerd bent geraakt in het kritisch kijken naar de media. En ook om een beeld te krijgen bij een van je broers die ook wantrouwt, die anders denkt en hoe dat er dan uitziet. Zoals jij ook in je speech benoemde, is er eigenlijk, zeg je enerzijds, we moeten beginnen met luisteren naar mensen die wantrouwen. En anderzijds moeten we er ook voor oppassen, omdat het wantrouwen inmiddels ook een manier is geworden om geld te verdienen. Ik wil dit laatste punt graag als aanleiding nemen om onze tweede spreker aan te kondigen, Joris Lijndijk. Joris Lijndijk is onderzoeksjournalist en heeft in zijn boek Pessimisme is voor losers geschreven over de veranderingen in het medialandschap, waaronder ook de marktwerking in de journalistiek. En onze veerambassadeur Roeland Ens zal hem nu gaan bevragen over hoe hij denkt dat deze ontwikkelingen bijdragen aan het wantrouwen tegenover de media. En uiteraard zullen we ook de vragen die het publiek al eerder heeft kunnen stellen meenemen. Succes en veel plezier. Zo. Nou, hallo meneer Lijndijk. Hallo. Ik hoop dat de microfoon een beetje goed zit en de stoel ook. Ja. Nou, top. Allereerst welkom. We zijn super blij om u te mogen verwelkomen hier in Felix Meritis. Ik ben persoonlijk ook heel blij om u te mogen interviewen, want ik heb uw boeken al lang gelezen, sinds mijn tienertijd. Zoals u misschien ook al zelf heeft opgemerkt bij de speech van Madeleine, zijn er best wel wat raakvlakken en in ieder geval overeenkomsten in waar jullie je mee hebben bezig gehouden in jullie carrière. Wat ik me eigenlijk als eerste afvroeg om een beetje chronologisch vroeg te beginnen, is u bent natuurlijk een tijdje correspondent geweest in het Midden-Oosten. Wat merkt u daar van wantrouwen in de media daar? Daar? Nou, daar had je eigenlijk in Egypte in meest extreme zin waar nu Amerika naartoe gaat. Namelijk dat mensen dus echt helemaal niks meer geloofden, omdat het ook allemaal onzin was. Althans, ja. De helft was onzin en je wist niet welke helft. Dan blijkt dus dat als mensen niks meer geloven, dan kan je ze alles wijsmaken. Ja. En in wiens voordeel is dat? Dat is in het voordeel van de dictator.
Want de dictator heeft de macht. Dus als op een schoolplein de leraren zich terugtrekken, dan gaat de macht uit automatisch naar het sterkste jongetje met de grootste bek. Dat is namelijk de waarheid. Ja. Degene die de macht heeft. En toen ik destijds dacht ik, jeetje, dat is allemaal niet zo best. Maar gelukkig is het oosten steeds meer aan het worden zoals het westen. Maar dat is, ik had gelijk, alleen in de andere richting. Wij worden steeds meer zoals Egypte. Ja, want u zegt net dat mensen daar helemaal niets meer geloofden. Maar tegelijkertijd waren er daar wel staatskranten. Die wel met de meest bizarre complottheorieën kwamen eigenlijk. En die werden dan dus wel geloofd, toch? Nou, ik weet het niet. Ik denk dat mensen dat toch ook lazen zoals mensen de Telegraaf lezen. Okay. Dat je ook wel weet dat het voor een groot deel onzin is. Maar het leest lekker weg en de rest is nog saaier. En denkt u dat ook dat de meeste mensen die Telegraaf lezen dat ook denken? Nou, wat interessant is dat er dus enorm veel PvdA-stemmers zijn. Althans in de tijd dat de Telegraaf nog groot was. Maar dus ook van dat soort meer soft-linkse partijen. Mm-hmm. En dus waarom lezen die nou de Telegraaf? Je had in Engeland had je ook die verschrikkelijke tabloids met hun ongelooflijke racisme. Ik zag heel vaak mensen van kleur die dingen lezen. En heeft u ook gesprekken gevoerd met mensen? Nou, u bent bijvoorbeeld bezig geweest met uw bubbelproject en Kunnen We Praten. Ja. Daar bent u, neem ik aan, veel in gesprek geweest met dit soort mensen die toch redelijk ophitsende informatie lezen. Hoe vond u dat mensen daar in het algemeen mee omgingen? Merkte u dus inderdaad dat mensen het inderdaad een beetje lezen als een soort van halve waarheid of zoiets? Nou, ik denk dat het toch ook wel effect heeft. In een soort dat men, ja, het is heel moeilijk generaliseren. Ja. Er is nu ook over, ik woonde toen in Londen toen Brexit, tot Brexit werd gekozen. En er is inmiddels enorm veel onderzoek naar. En eigenlijk de beste voorspeller van een Brexit-stem is niet leeftijd, het is niet regio, het is niet opleidingsniveau, het is niet sociale klasse. Het is steun voor de doodstraf. Oh, dat is interessant. Dat is echt heel interessant. En we hebben dus eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we de autoritaire persoonlijkheid die denkt de wereld is fundamenteel onveilig en fundamenteel onoverzichtelijk. En wat je dus nodig hebt is helderheid. En daar zit dus ook een kern van juistheid in de autoritaire persoonlijkheid. Maar die zit op een spectrum, die wil veel autoriteit, heeft vaak ook een strenge vader. En dat type hebben wij in Europa zeker lang weggehouden uit de media en weggehouden uit de politiek. En die komt nu terug. Ja. En ik denk dat kan een soort spiraal worden. Van je hebt al de neiging om te denken dat de wereld onveilig is. Er worden je verhalen verteld die dat idee versterken, waarbij je behoefte aan iemand die orde op zaken stelt, die sterk is, die dus niet de volgende dag weer iets anders zegt, die ook niet de hele tijd aan het uitleggen is waarom er geen alternatief is voor hem, maar gewoon zeggen, we gaan het aanpakken. En dan komt ook altijd het woord gewoon. We moeten gewoon even de grenzen dichtgooien, EU afschaffen, moskeeën dicht, terroristen martelen. En dat haakt wel aan bij de belevingswereld van heel veel mensen die, denk ik, sinds de Tweede Wereldoorlog tot recent eigenlijk niet aan hun trekken kwamen. Ja. Qua media en politiek. Ja. En dan daarop, daarop haakt u ook in uw laatste boek, Pessimisme is voor Losers met Kees van Leden. Daarin koppelt u het ook een beetje aan de marktwerking in de journalistiek, toch? Ja, dat is dus echt een probleem. Dat als je dus informatie ziet als shampoo, een product wat je gewoon in de markt zet met doelgroepen, dan is de enige vraag nog welk product is het populairst. Ja. Dan kun je ook niet anders verwachten dan dat ze bij Procter & Gamble en bij Unilever gewoon shampoo gaan zitten maken die wij het liefst in ons haar smeren. Nou, bij producten geef je mensen wat ze willen. Maar als het een publiek goed is, als informatie in het publiek goed is, dan moet je ze juist vertellen wat ze moeten weten, niet wat ze willen weten. Nou, dat is heel moeilijk met marktwerking. Het is ook heel moeilijk zonder marktwerking. Want inderdaad, als ik er zo over nadenk, wat mensen moeten weten is natuurlijk een super subjectief vraag. En paternalistisch. Ja. En democratie is in zekere zin een gesprek over de vraag waar het gesprek over moet gaan. Dus dat is allemaal nog helemaal niet zo makkelijk. En als je kijkt naar Noord-Korea en de Sovjet-Unie, was een systeem zonder marktwerking ook niet ideaal. Nee. Maar marktwerking betekent dus dat je eigenlijk dat je concurreert in de richting van het steeds meer naar de bek praten van de ongeïnformeerde middenmaat. En dat is echt wel link. Dus het betekent dat als er een soort cynisme ontstaat over politici, dan denk je, ja, wie is het meest amusant? Want als het zijn allemaal leugenaars en klootzakken, maar Trump is tenminste eerlijk dat hij een leugenaar en een klootzak is. Ja. Het zijn allemaal leugenaars en klootzakken, maar Boris Johnson maakt tenminste goede grappen.
Nou, je kunt ook wel hier en daar een Nederlands politicus invullen in dit dingetje. En dat is natuurlijk link. Een ander link is, racisme. In Nederland, de steun voor de PVV maakt duidelijk dat samen met Forum, is dat we zo'n 20% racist hebben in Nederland. Of die in ieder geval racisme tolereren in hun leider. Wat ik heb gezien van onderzoek uit Duitsland, is dat een redelijk percentage. Dat is in de meeste samenlevingen, is dat het percentage. Als je nou kijkcijfers helemaal centraal stelt, wat je dan krijgt, is dus dat die 20% wegsteppen op het moment dat er iemand van kleur in beeld komt. Nou, in Hilversum is het publiek geheim dat als jij een gast voorstelt in een redactie van kleur, dat ze dat een wegzetmoment noemen. Want je verliest 20% van je kijkers. Dat is marktwerking. Ja. Maar tegelijkertijd is het dus heel lastig om nou, zoals u zelf al zegt, en mogelijkerwijs paternalistisch, om tegen deze groep, om misschien het tegenovergestelde te doen en aan deze groep informatie op te dringen. En misschien werkt het zelfs averechts als aan deze groep verteld moet worden wat ze denken. Dus dat is een lastig dilemma. Zeker. En we sturen een heel raar signaal al vanaf het onderwijs, maar ook in de media naar mensen. Want we zeggen constant tegen ze, denk zelf na. Ja. Wees kritisch. Wees geen schaap. De mensen die dat deden, die kozen uiteindelijk Hitler. Denk zelf na. En stel alles in vraag. Nou, dan komen er mensen en die zeggen, nou, dan ga ik jou ook in vraag stellen. Zeg, nee, dat is nou weer niet de bedoeling. Ja. Hey, je hebt nu een leraar in maatschappijleer, daar heb ik nog wel contact mee, omdat die vaak mijn boeken gebruiken. En die zijn heel interessant, want die hebben natuurlijk precies de gesprekken met jongeren waar je benieuwd naar bent. En die zeggen van, sinds een jaar of 15 keert mijn advies om kritisch te zijn zich tegen me. En dan zitten mensen heel gauw in de wereld van de, nou ja, die kan je heel makkelijk in het belachelijke trekken. Ja. Lastig is natuurlijk ook dat wij tot voor kort mensen uitlachten die dachten dat de Amerikaanse geheime dienst alles volgde van ons. Ja. Toen bleek het waar. We zijn als Nederland meegegaan Irak in op basis van een samenzwering. Ze zijn er ook echt. Ja. En ze zijn heel lang weggelachen tot het moment dat het er was. En toen was er van, oké, deze dan wel. Ja. Dus het is ook, denk ik, kijk, als jij naar de universiteit gaat of de HBO, het HBO, dan ga jij je identiteit bouwen rond het feit dat jij een hoge opleiding hebt. En daar ontleen je trots aan. Vervolgens wordt het cognitief dissonantiewijs heel moeilijk om te gaan zeggen dat al die experts die ook hoog opgeleid zijn, onzin uitslaan. Ja. Opleiding is eigenlijk het erin rammen van gehoorzaamheid en loyaliteit aan universiteiten en opleiding. Als je daar niet in mee bent gegaan en je krijgt nu deze opdracht om alles in vraag te stellen en vervolgens ga je online en je ziet daar heel erg slim gemaakte filmpjes. Terwijl je dus niet helemaal gedrild bent om te denken, universiteit, die zal die wel gelijk hebben. Terwijl, weet je, wie op de universiteit zag de financiële crisis van 2008 aankomen? Ja. En voor hen, zij komen dus in een hele nieuwe wereld. En ik denk dat wat er nu aan het gebeuren is door internet een hele grote groep mee gaat doen aan het politiek proces, die tot internet eigenlijk aan de zijlijn stond. Werd niet bediend. Maar in principe is dat natuurlijk een goed ding. Nou ja, dat is inderdaad, in principe is dat een goed ding. Vervolgens stemmen ze dus wel op Brexit, omdat ze te horen hebben gekregen dat ze dan er £350 miljoen per week voor de zorg bij komt. Ja. Als je mensen helemaal niet toerust op het doorprikken van onzin en ze opeens in dat diepe gooit van het internet, ja, dan daar komen echte ongelukken van. Ja. Nou, ik heb meerdere vragen die ik wil stellen om hierop in te haken. Maar allereerst even, denkt u ook echt dat, u zegt dat dit nu de huidige situatie is, dat de huidige situatie van wantrouwen eigenlijk dus unprecedented is, sorry, lelijk Engels taalgebruik, vanwege eigenlijk ook de democratisering van het debat. Ja. En het internet natuurlijk. U zou dus ook persoonlijk stellen dat dit wantrouwen dus eigenlijk ook echt groter is dan vroeger, want dat is ook een van de centrale vragen die we stellen. Is het wantrouwen toegenomen? Ja. U denkt dus van wel of? Ja, het lijkt me heel moeilijk te kwantificeren hoor. Ik denk ook dat vroeger een deel van het wantrouwen werd opgezogen door de Marxistische beweging. Veel mensen die ik ken die volgens mij 20 jaar, 30 jaar geleden daarin terecht waren gekomen. Wat ook een samenhangend alternatieve interpretatie gaf van de werkelijkheid. Maar die wel samenhangend was. Die communistische beweging, die had intellectuelen, die hadden congressen, die hadden. En daar kon je ook meedoen en kon je ook gaan flyeren en meestemmen en zo. Maar hetzelfde zou je kunnen zeggen voor extreemrechtse conventies nu toch? Ja. Ik ken wat mensen die bij de jongeren FVD zitten. En ik ken geen jongerenvereniging die zo'n hele groep is met een consistent verhaal en reisjes. En dat. Ja, maar weer geen interne democratie. Nee.
Ja, dat is waar. En dat voor iedereen die zegt dat die partij opkomt voor de democratie, dat is de PVV, zou ik toch vragen van oké, maar laat eens, hoe doen ze het dan zelf intern? Ja. Dat is toch vaak een vrij goed model als je wil weten hoe ze met anderen gaan behandelen, als je kijkt hoe ze elkaar behandelen. Ja. Maar dit is zeker, het is een club. En wat je ziet bij recrutering is dat mensen eerst bij de club gaan en daarna de standpunten van die club langzaam leren overnemen. Maar dat politicologen dan komen en die volgorde omdraaien. Die zeggen, jij ging natuurlijk bij die club omdat je extreem rechts bent. Nee, je ging bij de club en toen werd je extreem rechts. Dat je dacht, oh, dan moet ik dit gaan napraten. Ja. Dus het gaat allemaal niet heel diep. Maar waarbij ik wel aangetoond heb dat als ik met D66'ers of GroenLinks'ers of VVD'ers praat en ik stel 3 verdiepende vragen, ze het ook niet meer weten. Ja, want dat is denk ik ook een beetje het lastige. Ik bedoel, ik heb zelf politicologie gestudeerd en wat eigenlijk al heel snel bandga werd, is mensen hebben niet een super diepe politieke mening of kennis van alles. Mensen vormen hun mening ook op basis van cues. Ja. En dat geldt net zo hard voor die mensen die politicologie studeren. Ja. Ik heb toen met Brexit ben ik wat in de EU gedoken. En vervolgens heb ik best wel wat gepraat met dan voorstanders van de EU. Nou, je stelt 3 verdiepende vragen. Zeg van, oké, dus de euro. Ja, dus hoe zie je dat dan? Want die economieën convergeren niet. En hoe werkt dat dan? En dat is een soort transferunie. Oké, transferunie. Maar dat werkt dus niet met Zuid-Italië ten opzichte van Noord-Italië en Oost-Duitsland ten opzichte van West-Duitsland. En dan heel snel komen er van die soort in deftige taal en ook helder gearticuleerde zinnen over het belang van samenwerking en dat soort uitvluchten. Waar je ook mee wegkomt. Hè? Je praat een beetje NRC en Volkskrant na en je kan in de planeet hoogopgeleid, kan je een leven lang redden zonder dat je eigenlijk begrijpt wat je zegt. Ja. En daardoor vind ik ook dat contrast dat er vaak wordt gemaakt tussen de onsoort mensen die het allemaal zo goed weten en nu met veel zorg toekijken naar al die gekkies of al die kinderen, want dat zijn eigenlijk de 2 smaken. We nemen ze niet serieus omdat het kinderen zijn, we nemen ze niet serieus omdat ze gek zijn. Staat me erg tegen. Ja, en dat is ook wat Madeleine ook zei in haar speech. Dat is het wegzetten van mensen als gekkies. Ja, of als kinderen is eigenlijk zij zet ze dan meer weg als kinderen. Van ja. Je moet er wel naar luisteren. Maar wat nou als zij iets weten? Daar ben je dus ook mee oneens. Ja, want wat nou als zij iets weten en jij niet? Ja. Ik denk dat het ressentiment bij mensen die dan populismestemmers wordt genoemd, gaat heel erg terug op de minachting die zij voelen, die komt van ons, de hoogopgeleiden. Okay. En daar is nu ook echt heel goed onderzoek naar gedaan, ook in Nederland. Het blijkt dat witte hoogopgeleiden eigenlijk nauwelijks discriminerende ideeën hebben over Nederlanders van kleur. Maar dat is eigenlijk helemaal verschoven naar hun discriminerende, minachtende ideeën over laagopgeleiden. Daar zijn ze ook trots op. Daar zijn ze ook open over. Die zeiken ze af. En daar hebben ze ook geen enkele remming op. Dat is heel anders dan in Engeland. Als in Engeland schrijf ik dan voor The Guardian en voor Prospect. Ook vaak over sociale klassen. Daar wordt echt iedere zin binnenstebuiten gekeerd om te voorkomen dat het kwetsend is op basis van sociale klassen. Wat hier dus nu inmiddels een beetje gebeurt rond kleur, gebeurt daar altijd al rond sociale klassen. Doen wij totaal niet. Ja. En er zit een klasse-element in de neiging om uiteindelijk de hoogopgeleide klasse waartoe jij behoort automatisch wel te vertrouwen en dan neer te kijken op mensen die op hun figuren vertrouwen. Ik kan het hier helemaal mee eens zijn. Dit is ook een beetje een stokpaardje van mij. Maar tegelijkertijd denk ik, ik heb niet het gevoel dat wantrouwen richting de media een exclusief laagopgeleid ding is. Wat dat betreft. Klopt. Kunt u misschien ook die vergelijking niet helemaal maken. Want ik ken zelf genoeg hoogopgeleide om mij heen die ook erg kritisch zijn of compleet sceptisch zijn over vaccins. Ik heb ook verhalen om mij heen gehoord van hoe er eigenlijk een geheime wereldoverheid is. En dat zijn wel van hoge opgeleide ook. Ja, ja, ja. Dus wat denkt u dat treft? Ja, dat is natuurlijk ook gewoon het niveau van het onderwijs in Leiden. Ja, dat is een probleempje dat zeg ik als Amsterdammer. Ja, er is ook die alternatieve theorie van David Runciman. Die zegt van mensen hebben inmiddels voelen zich zo veilig dat ze denken dat ze eigenlijk straffeloos dit soort onzin kunnen geloven. Ja. En ik vind dus eigenlijk een hoogopgeleide, die vind ik echt laakbaar. Mensen die dus een opleiding hebben genoten, die waanzinnige privileges hebben genoten op basis waarvan ze eigenlijk gratis konden studeren, nu met hun academische denktrand mogen instappen heel hoog in organisaties waar andere mensen niet eens toegang voor hebben. Als je dat allemaal hebt en dan nog steeds is er niks gebeurd in je hoofd en je blijft daarin geloven. Ik vind het ook raar dat je dus van de ene kant zegt, ik heb de academische denktrand, dus ik mag hoog instappen in deze organisatie. Maar de wetenschap die ik dan me heb eigen gemaakt met die academische denktrand, die vertrouw ik alleen als het me uitkomt. Ja. Dus klimaatwetenschap, nee, dat is allemaal onzin. Maar het feit dat ik recht heb gedaan, maakt mij superieur aan al die andere mensen die geen recht hebben gedaan. Nee, als je het ene deel van de wetenschap niet vertrouwt, dan stelt jouw diploma ook niks meer voor. Want dan is die universiteit één grote samenzwering.
Mijn excuses aan de rechtenstudenten in de digitale zaal. Sorry. Ja, we houden van jullie. Het is niet te laat om te switchen naar een studie waar Nederland wel iets aan heeft. Ja. Antropologie, sociologie, ik nodig jullie graag uit. Goed, tegelijkertijd gelooft u wel zelf ook echt in dat klimaatverandering een probleem is. En nou, u zegt dat... Dat is precies het woord. Het is geloven. Ja, maar ik bedoel, we kunnen natuurlijk niet helemaal nihilistisch gaan. Het is een beetje cultural relativism, zou je kunnen zeggen. Om gewoon te zeggen, ja, van ik geloof dit, jij gelooft dat, het is oké. Okay. Ja. Niemand kan meer gelijk hebben. Ik denk dat dus de wetenschappelijke methode in objectieve zin superieur is aan mensen die het een en ander bij elkaar knippen en plakken. Maar wat ik vaststel is dat mijn evaluatie daarvan uiteindelijk teruggaat op gewoon vertrouwen in de autoriteitsbronnen. En dat is dus een ding dat waar ik geen kwalitatief verschil in zie op individueel niveau met iemand die op online iets anders gelooft. We hebben gewoon allebei dat we uiteindelijk zeggen, nou, die geloof ik. Ja. Ik denk alleen, daar zit aan de wetenschappelijke kant een heel groot peer review proces achter. En als ik zou willen, kan ik dat helemaal opvragen. Ik moet wel belachelijk veel geld betalen vanwege Elsevier, maar het zou kunnen. En dan is dat allemaal transparant aanwezig. Wat ook gewoon speelt daarbij, is natuurlijk dat ik ben gevormd in mijn studententijd. Al mijn vrienden hebben gestudeerd. Die werken inmiddels op al die plekken. En als ik dus denk over klimaatwetenschappers, dan zie ik iemand voor me die ik ken. Als ik denk aan de overheid, dan zie ik een hoge ambtenaar voor me die ik ken. Dat maakt al dat ik meer geneigd ben om te denken, nou, het zal wel meevallen. Ja. Het is ook zo dat de incompetentie met name ook andere sociale klassen raakt. Hè? De schuldenproblematiek, onderadvisering, nu weer het toeslagenschandaal, dat wij hoogopgeleid dan meteen toeslagenaffaire gaan noemen. Dat raakt met name andere groepen. Ja. Wij zorgen in Nederland als hoogopgeleide erg goed voor onszelf. Ja, en dat voedt misschien ook wantrouwen jegens de media wanneer het gaat over iets van klimaatverandering. Omdat in ieder geval mensen erg de ervaring hebben dat lager opgeleide of mensen van lagere klasse daar de kosten het meest van moeten dragen. Nou ja, wat het denk ik ook is dat, en dat zie je ook met corona, dat mensen op een soort, denk ik, vrij instinctief niveau zeggen, luister, als het echt zo erg is, waarom doen jullie dan niks? Dus die zien Rutte eigenlijk nooit met een mondkapje om. Die zien Schiphol open blijven. Die zien de jongen eigenlijk heel veel tijd kwijt zijn aan interviews over zichzelf. Terwijl hij van de andere kant zegt dat we in de ergste crisis zitten sinds 1945. Ja. En alles moet om en de economie moet dicht. En mensen denken, maar ja. Je gelooft het, Rutte die ook dingen zegt over besmetting en hoe dat werkt, dat blijkt helemaal niet te kloppen. Hetzelfde met klimaat. Als mensen, als het echt zo erg is, waarom doen jullie als elite dan niks? Ja. En dan denk ik dat als je dus die skepsis wil overwinnen, dan moet je niet zozeer op mensen gaan inwerken met informatie. Dan moet je gaan, ja, wat zo mooi in het Engels, lead by example. En dat doen wij helemaal niet. Ja, ik kan me herinneren die anekdote van dat D66 en GroenLinks-emmers volgens mij voor de meeste vervuiling zorgen wat betreft vliegen. Dus qua vluchten nemen internationaal. Ja, het is in ieder geval zo dat uitstoot is een bijna directe gecorreleerd met inkomen. Ja. En hoogopgeleiden krijgen gewoon veel hoger inkomen. Ja. Dus het grootste deel komt van hen af. Ja. Het is echt interessant, in de Tweede Wereldoorlog, het woord austerity, dat is in Nederland niet echt geland, maar in andere landen wel, na 2008, hè, die zware bezuinigingsoperaties na de financiële crisis. En austerity had een extreem negatieve naam op dat moment. In de Tweede Wereldoorlog had dat een heel positieve naam. En de reden was dat austerity toen begon met grote belastingen op caviar, champagne, taxis, bond. En austerity ging staan voor sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Nou, dat ontbreekt met klimaat echt. Dus zo'n ministerie van Economie en Klimaat, ik mocht daar het laatst een praatje houden. En ik zei van, waar zijn jullie dan? Weet je, als jullie naar ondernemers gaan die al helemaal verdrinken in de regels en de heffingen. En daar komt er nog eentje bij. Als jij dan kan zeggen, ja, maar wij hebben allemaal de afgelopen 3 jaar salaris ingeleverd, zodat ons ministerie inmiddels geheel klimaatneutraal is. Dan ben je geloofwaardig. En dan hoef je al die folders, die kan je gewoon thuis laten. En dat komt ook terug in uw discussie met Kees van Leden. Maar die werpt dan vervolgens op dat er vervolgens voor zorgt dat er geen ambtenaren aangetrokken worden tot die posities. Nou ja, daar zijn Kees en ik het echt oneens. Ik denk dat een ambtenaar die meer dan 1,5 ton eist te verdienen, is ongeschikt als ambtenaar. Ja. Want dan heb je zo'n weinig begrip van de publieke zaak. Dan haal je kennelijk ook zo weinig bevrediging uit het feit dat je de publieke zaak dient, dat je alsjeblieft gaat naar de Zuidas. Ja. Want je bent incompetent en je verpest de sfeer ook met je macho gedrag voor de mensen die wel om de juiste reden bij de overheid werken. Ja.
Goed, aangezien we helaas over niet al te lang moeten afronden, nog even richting de oplossingen voor het oplossing. Ergens mee. Ja, toch? Daar hebben we u voor. Ja, die doe ik niet. Ah, jammer. Ja, okay. Nou, in dat geval bedankt voor het interview. Ik vind de interessantste problemen zijn de problemen waar geen oplossingen zijn. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar hou ik mijn hele leven mee bezig. Maar wat ik toch wel een dilemma is, wat ik graag wil aankaarten. U heeft het over dat marktwerking in de media eigenlijk destructief werkt voor de media. Want de verhalen met de meeste kliks, die zijn de meest aantrekkelijk voor mensen. En dat zijn uiteindelijk de shampooflesjes, metaforisch gezien, die mensen kopen. Ja. Nou, tegelijkertijd viel het me ook al op tijdens het lezen van uw boek, dat marktwerking in de media ook voor iets anders kan zorgen. Je ziet juist recentelijk, en ook dat is door Madeleine al aangekaart, dat grote internetplatforms uit angst voor controverse veel media censureren. Ja. Denkt u dat dit een oplossing is voor wantrouwen in de media? Als ik met een verhaal kom op LinkedIn en ik zeg COVID is eigenlijk een leugen en het komt allemaal door haar daar. En dat LinkedIn dat dan censureert. Zou dat helpen? Nee, ik ben er heel ongemakkelijk over. Dat een stel techbedrijven die beslissing voor ons gaan nemen. Ik eigenlijk ook. Mijn oude baas bij The Guardian, Alan Rusbridger, is net toegetreden tot die soort Supreme Court van de Oversight Board en van Facebook. En hij zegt van, ja, je wil gewoon niet dat de overheid free speech reguleert. Maar je wil ook niet dat de techwereld free speech reguleert. We hadden tot internet hadden we een soort hybride systeem waarbij iedereen kon een krant beginnen, maar je moest wel een drukpers hebben. En vervolgens stond er een hoop op het spel als je daar allerlei onzin ging verkondigen en zo. Dit is echt een nieuwe wereld. Ik vind dat heel slecht, want waar houdt het op? Je kan met klimaat kan je ook gaan zeggen van, nou, dan moeten we eigenlijk ook alles gaan verbieden dat klimaat ontkenning inhoudt. Maar dat rekt zo op. Als je iets gaat verbieden, dat is een beetje als dat de politie ergens in een buurt niet meer komt. Dat begint klein, maar die buurt die gaat rotten en dat gaat steeds verder zich uitbreiden. En uiteindelijk wordt de hele stad aangetast. En ik denk censuur is echt het allerlaatste wat je moet gaan doen. Maar ik denk ook dat het idee dat je iedereen moet overtuigen voordat je het juiste doet. Ja, als we dat hadden gedaan, dan zouden vrouwen nog steeds geen stemrecht hebben. Soms moet je gewoon voor de troepen uit gewoon zeggen, luister, dit is beter. En je hebt pech. Maar ja, dan dus toch heb je weer de mensen die dan denken van, wie ben jij in dat ivoren torentje om dat te bepalen? Ja, en die had je 100 jaar geleden ook en die zeiden dat vrouwen eigenlijk niks kunnen. Ja. Inclusief veel vrouwen. Ja. In Egypte is dat nog steeds de meerderheid. Ja. Goed, dan nog één laatste vraag. U hebt natuurlijk het project Kunnen We Praten geleid. En u heeft daarmee met mensen met veel verschillende overtuigingen en verschillende bubbels eigenlijk gesproken. Heeft u op persoonlijk niveau nog advies voor of een mening over hoe we het kunnen aanpakken als iemand gewoon hele andere media vertrouwt dan jijzelf? Nou, volgens mij wat goed te beseffen is dat wanneer jij als hoogopgeleide iemand anders die niet hoogopgeleid is uitnodigt voor een dialoog, dan is dat geen neutrale uitnodiging. Want jouw hoge opleiding bestaat eruit dat je eigenlijk al 20 jaar bent getraind in precies dat. Maar het voeren van die dialoog. Maar u zegt zelf al, ook hoog opgeleide en D66 en GroenLinks-stemmers komen na een tijdje ook niet. Een deel. Een deel komt ook in de fuik. Rock bottom, ja, een deel, ja. Ja, ja. Dus daar heb ik me daar niet mee bezig gehouden. Ik heb me dan vooral gericht op daar waar dus die wantrouwen eigenlijk samenvalt met een klassenverschil. Ja. En dus als ik tegen iemand die zijn hele leven, wiens intelligentie samengebald is in zijn handen. En die heel sterk ruimtelijk inzicht heeft, die daarin is gespecialiseerd. En als ik tegen die persoon zeg, laten wij een discussie beginnen. Dan is het een beetje alsof die persoon zegt, nou weet je, ik dacht eerder dat we dit buiten gewoon even oplossen. Dan zeg ik, ja, ik ben gek man, jij werkt al 20 jaar met je handen, je bent supersterk. Ik totaal niet, echt niet dat we gaan vechten. Maar eigenlijk zeg ik hetzelfde tegen hem. Want ik heb al 20 jaar mijn geest getraind om inconsistenties te vinden, drogredenen te vinden, om het net even anders te zeggen. Dus die dialoog die is veel ingewikkelder dan wordt voorgesteld. Maar u denkt zelf niet dat dat ook eigenlijk een beetje het wegzetten als gekkies is? Dat u meer getraind bent om inconsistenties in zijn of haar verhaal te ontdekken? Nee, ik denk dat het meer zo is dat uiteindelijk de intuïties op basis waarvan zo iemand tot zo'n posities komt, dat die niet verschillen van de mijne. Alleen zit er bij mij ontzettend veel jargon omheen. Ja. En ik moet dat jargon niet gaan aanzien voor intelligentie en zeker niet voor meerderwaardigheid. Ik moet bij die intuïties komen. En veel samenzweringstheoretici hebben een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Die zijn ergens tegen iets aangelopen waarvan ze vaak in hun eigen leven, waarvan ze denken, dat kan niet. Vervolgens
was er eigenlijk een bres in hun vertrouwen. En in die bres komt daarna steeds meer. Maar je moet terug naar dat punt waar die breuk was. En dat is vaak een geval van extreem onrecht. Ten opzichte van een bank of ten opzichte van de overheid. En daar is eigenlijk de vraag, hoe kan je mensen helpen om daar overheen te komen? Ik denk, vroeger had je gewoon de kerk, die zei de beloning komt straks. Nu heb je die niet meer. Nu gaan mensen op zondagochtend naar de woningboulevard. Ja. En in de reclame krijgen ze door, pik het niet, wees jezelf, het leven is maar één keer. Pak wat je pakken kan, want je hebt er recht op. Ja. Ja, dat is even wennen voor de mensen die tot nu toe de baas waren, namelijk ons soort mensen. Ja. En de media, tot slot, denkt u dat die nog geloofwaardig verhaal kan vertellen dat wel mensen verbindt door en dit instinct te gebruiken en niet het jargon? Voor een deel. Ik maak me minder zorgen omdat er niet hoogwaardige media blijven. Ik denk dat dat krijg je wel gefinancierd. Zoveel kosten die journalisten niet. Zeker niet als je dadelijk straks niet meer geen papier meer hoeft te drukken en zo. Het probleem is veel meer dat je, denk ik, een soort gated communities krijgt van zeer hygiënische, maar ook vrij steriele informatievoorziening, maar wel betrouwbaar. En dat die groep zich eigenlijk onder elkaar terugtrekt. En de rest van de samenleving afdrijft in een pool van manipulatie. En kijk, het was altijd zo dat die krant, ook al las je hem niet, hij stond wel op 10.000 verkooppunten. En dus was het voor politici ook echt eng om daar op de voorpagina te worden ontmaskerd. Maar als wij straks allemaal websites zijn, dan zijn we gewoon één tussen velen. En dan, wat zo mooi in het Engels heet, de tool of shame. Hoe hou je die dan? Dus ik denk dat geloofwaardigheid is wel een vraag, maar ik denk vooral ook hoe groot je bereik. En in hoeverre zijn mensen eigenlijk die er nu bij komen echt bereid om de dingen te horen die helemaal niet leuk zijn om te horen. Ja. Ik denk dat vroeger met de vakbond, met de kerk, viel dat in een veel bredere context. Maar nu zijn mensen helemaal op zichzelf aangewezen om het uit te zoeken. Dat is ook zo moeilijk. Als je naar de bibliotheek gaat, dan kom je er rustig uit. Als je het internet op gaat, kom je er vermoeider uit en verwarder uit. Het houdt ook niet op. Een krant heb je op een gegeven moment uit, maar het internet gaat maar verder. Ja. Dus volgens mij zijn we echt niet geëvalueerd voor de informatie-ecosysteem dat we nu hebben. Als ik even een dagje op Twitter kijk, dan ben ik het daar helemaal mee eens. In ieder geval, meneer Joris Luijdijk, heel erg bedankt voor uw gesprek. Graag gedaan. En dan geef ik nu graag weer het woord aan mijn medecommissiegenoot Tiara. Ja, Joris Luijdijk en Roeland Ens, ontzettend bedankt voor dit interessante interview. Ook heel interessant, Joris Luijdijk, dat jij het wantrouwen tegenover de traditionele media in zo'n breed perspectief, maatschappelijk perspectief, kan plaatsen. Ik wil graag doorgaan naar onze laatste spreker van vanavond, Irene Costera Meijer. Zij is hoogleraar journalistiek wetenschap en heeft in de afgelopen 4 jaar verschillende onderzoeken gedaan naar hoe de digitalisering in onze maatschappij invloed heeft op ons gebruik van de media en hoe onze ervaring van wantrouwen en vertrouwen is veranderd. Ja, zoals Madeleine van den Nieuwhuizen ook benoemde, kan het goed zijn om een gesprek aan te gaan. Joris Luijdijk had het hier ook over. En dit heeft Costea Meijer dan ook gedaan in haar onderzoek. Zij heeft verschillende wantrouwers geïnterviewd en gevraagd of zij nog adviezen hadden voor journalisten. Omdat journalisten vaak wel van de verwijten afweten, maar zelf ook niet weten wat ze daarmee moeten. Irene Costea Meijer zal haar interactieve college op Zoom gaan geven. Dus ik wil jullie vragen, als jullie nog niet ingelogd zijn, om daar allemaal naartoe te switchen. De link staat op onze Facebook-eventpagina, op de website van Felix Meritis en in de mail. Tot zo!